let's fly away. Meer sensaties door minder gewicht en minder overtollige snufjes. Dat is het denkpatroon dat Colin Chapman meer dan een halve eeuw geleden bracht tot de Lotus 7. En vandaag leeft die filosofie verder bij Caterham met deze vliegende sigaar. De Caterham 7 Roadsport. Het opzet van Caterham is nog altijd hetzelfde als dat van Lotus 50 jaar geleden. Een vel aluminium dat nauw rond een buizenchassis geplooid is en enkel dient om de techniek aan het oog te onttrekken. In het interieur heerst dezelfde soberheid met enkel het hoogst noodzakelijke. Een klein stuurtje, enkele metertjes en een versnellingsspook op de hoge middentunnel. Instappen in de Caterham is niet meteen de gemakkelijkste zaak van de wereld. Een opleiding als slangenmens of een cursus speologie is wel aan te raden. Maar het zorgt wel voor een uitstekende rijpositie. Laag bij het asfalt en met een zicht op de voorwielen. Perfect voor sterke sensaties. Het idee van de 7 is misschien oud. De uitwerking is hypermodern. Het nieuwe uitgewerkte chassis herbergt tussen de voorwielen en het passagierscompartiment een moderne 2 liter viercilinder benzine van Ford. Die in de instapversie 125 pk levert en in de strafste versie zelfs 175 pk. En dat voor een lichtgewicht van amper 550 kilogram. Tel daar de 70 kilo bij van Jeffrey en dat gaat vonken geven. Roadsport 175 Caterham. Heel eenvoudig. Het is gewoon starten en je gaan. Om te beginnen hebben we geen servostuur, hebben we geen ABS, geen traction control, geen ESP. Puur rijplezier. Het is puur eenvoudig. Een centimeter beweegt, hè? Dan gebeurt er echt veel met die wagen. Dus wel even winnen. Ik denk dat ik nog nooit zo snel de logische kant mee ga. Ik ga terug naar 2. Achterhaarse toren, dit is echt wel goed. Ja. 570 kilo. Dat is echt ideaal in de remzone. Dat is echt zeldzaam. Great lap.